gewoon al 9 uur. Je kan zien, we zijn er nog bij. Ik ga even broodjes maken voor meisjes. Oh, ik wil even lekker douchen. Wat is het? Dat meisje die net op tv was, is Tara. Tara van? Misfit. Oh, oké. Nou, ik ga jullie broodjes smeren. Oké. Ik heb zin om lekker te douchen. Even, oh, ik heb het koud. Broodje pindakaas en jam voor de meisjes. Dit is van die, zeg maar, geen café pindakaas, maar gewoon bio pindakaas van Albert Heijn. En het is zeg maar alleen maar pindakaas, er zit geen zout in en dat soort dingen. Dus dat moet je altijd even roeren. Aan de ene kant pindakaas en aan de andere kant jam. Dit is trouwens de lekkerste jam ever. Met bosbes. Mm. Oh, die is ook al bijna op. Die is echt lekker. Dus die moet ik even weer halen. En normaal wil Mizu alleen maar chocopasta. Nou ja, dat... Dus elke dag is ook niet goed, weet je. En op school eet ze wel andere dingen. Dus ik koop het gewoon mee. Klaar. En als ze een beetje van haar verslaving af is, dan krijgt ze het wel weer een keer. Maar voor nu even niet. Nu is het klaar. Ze knippen. Ja, knippen ze zo alles door. Nee. Dit zijn ook kreeftjes. Oeh, dit zijn dikke. Dat mag ik niet eten. Mama, mag dat niet? Dat is een kreef, ja. Oh, hier heb je krab. Langoustines. Dit is de andere kant. Ah, krabbies. Kijk, twee eendjes achter elkaar. Kom maar, loop maar door. Doe maar. Luien. Geen luiers nodig. Kom maar. Mies, hoe groot is jouw ballon? Wauw, mooi. Oké, jongens, we zijn weer lekker thuis. Kinderen zijn... in ieder geval Mies boven mijn moeder even schoon lui doen. Zij zijn mama Mia aan het kijken. En ik eet een lekker visje. Daar heb ik echt even zin in. Weet je, zaterdag lekker een beetje overheen gaan. Lekker visje eten. Heerlijk. Oké, jongens. Het is tijd... om iets lekkers te gaan maken. Ik ga vandaag een hele kip maken. Woep. Die ik... oh shit, is dit wel de goeie? Ja. Van een Jamie Oliver recept. Ik ben benieuwd of ik dit... ik heb dit nog nooit gedaan. Oh, volgens mij gaat dit heel lekker worden. Ik ga zo laten zien van hoe en wat ik allemaal nodig heb. Ik ben aan het koken en ik keek in de camera. Die was nog aan. En toen dacht ik gewoon, ik lekker op mijn moeder. Ik heb het steeds vaker, dan ben ik bezig. Dan denk ik, oh ja, ik lekker echt op mijn moeder. Even mijn citroentje uitzetten hoor. Ik ben even, er gaat zeg maar, ik heb twee rode ui. Één hele knoflook, het gaat allemaal in. Zo, dan kan het lekker poffen. En daar gaat die kip zo op. Maar die moet ik even ergens anders op doen. Niet op zo'n... oh nee, ik moet nog kruiden doen. Dat peterselie. Best wel veel, de helft van zo'n pak. Basilicum en ik moest marjolein hebben, maar dat hadden ze niet vers. Dat blijkbaar hebben ze dat pas rond de feestdagen dat dat vers is. Dus ik heb gedroogd, vind ik wel jammer, maar ja, niks aan te doen. En dan lekker heel veel. En hier maak je echt een... dit wordt zeg maar, dit gaat in de kip, op de kip, in, omheen, om de kip, alles. Oh, zo lekker. En lekker fijn maken. Wat beter, een grotere. Ik heb zoveel snijplanken en ik pak een van de kleinste. Oh.
Oh, dit ruikt wel heel lekker. Basilicum en peterselie. Ik had zin om echt iets lekkers te maken. Weet je, gewoon even echt. Ik ben vrij en dan op zaterdag. Ik weet niet, tegenwoordig, als ik op zaterdag vrij ben, dan wil ik ook gewoon echt even lekker uitgebreid koken en zo. Dat vind ik leuk. Zo. Olijfolie. Zo. Het is een recept van Jamie Oliver en die doet overal olijfolie overheen. Overal. Zelfs over olijfolie. Nee, hij gebruikt echt veel olijfolie. Peper. Zout. En het is gewoon een hele kip, hè? Dus hij moet echt wel goed gekruid zijn. Ik heb trouwens nu een kip van de Hanos, want daar waren we. Maar ik kan ook gewoon een kip gewoon uit de supermarkt natuurlijk, hè? Maar als je het echt lekker wil, haal het zo vers mogelijk. Dat is wel het lekkerst. Oké, ik laat het kids niet zien, maar dit is de kip. En op een of andere manier heb ik er in één keer een beetje moeite mee. Maar oké. We gaan het gewoon doen. Ik moet er even een beetje in. Ik ga hier in de boter doen en dan alles eroverheen. Geleerd van Jamie Oliver. Een citroen koken. Kijk, nu is die gekookt. Doe even één keer een inkeping in maken. Anders is die heel koud in de kip. Dan gaat het natuurlijk nu in de kip. Oké, jongens, dit is dan de hele kip. Er zit nog prei onder, knoflook, rode ui. Nou ja, heel veel boter, heel veel verse kruiden en dat soort dingen. En dat gaat nu een uur in de oven. Zo'n 30 graden ongeveer. Ik doe hem wel iets langer, want dan is hij wat droger. Nou jongens, we zijn anderhalf uur verder. En oeh, kijk dan. Jongens, we gaan de goede kant op. We gaan nu een shootje maken van alles wat daarin zit. Dus de kip gaat even daarin. Doe ik even weer in de oven, blijft hij warm. En dan daar maken we een shootje van. Oké, ik heb dit even op het vuur gezet met een beetje bloem. Ik doe een beetje water bij, zet extra boter in. En dan gaan we het zo even afgieten. Dit was waar de kip in op lag eigenlijk. En daar heb ik nu van het shootje van. We hebben wat groentjes. En daar zit aardappel in. Wat zeg jij? Dit is een komkommer. Dat is komkommer, ja. Ja, komkommer. Ja, die wordt alweer geconfiskeerd.
Wat is er dan? Niks. Waarom sta je daar? Wie zie je dan? Fletla. Die speen in je mond. Ziet hij jou ook? Ik ben Kripeta. Ik zei tegen Freddy aan jou de eer, maar ik heb gewoon geen zin om dit te snijden. Hij ruikt wel lekker, hè? Mmm. Ja, je moet even uitkijken voor die citroen. Nee, ik moet even de dinges vinden. Oh. In ieder geval, dit is de rest van het bordje. Hij is goed gaar. Ja, ik heb hem echt heel lang in de oven gedaan. Dus we kunnen eigenlijk gewoon zo doen. Wow, kijk dan. Hé, hey, dan is hij goed hoor. Dan zouden we dat hier ook mee kunnen doen. Ja, moet je even... Ik heb wel wat inkepingetjes gemaakt. Wauw. Kijk, die citroen zit er nog in. Oh, dit is zo lekker. Goedemorgen. Ik moet nog een beetje wakker worden, maar ik heb zo'n chille broek aan. Ik ga jullie die zo laten zien. En ik heb weer een pakketje van Chiquelle gekregen. Oh, ik zie de maan. Ik vind het altijd heel mooi als het overdag is en dat je dan de maan ziet. Maar, oh ja, een pakketje van Chiquelle heb ik gekregen. Ga ik je zo laten zien. En ik heb zo'n lekker broekje aan. Laat ik je ook even zien, maar ik ga eerst even thee drinken. En ik moet ook nog werken. Maar niet heel lang, een paar uurtjes. En dan even een beetje naar buiten. Het lijkt mooi weer, dus we gaan het zien. En dit is mijn broekje. Kan je het zien? Ja, hij is echt fijn. Mind de spiegel. Maar dit broekje, die heb ik bij de Primark gehaald. Een flared. En hij is zo lekker. Ik kan hem iets hoger trekken, zeg maar. En dan zo. En ik zou hem ook gewoon buiten dragen. Hè? Gewoon met een leuk sneakertje of zo. Ja, prima. En ik hoef de onderkant niet in te nemen, want het gaat wel over mijn sneaker heen. Oké, jongens, ik ga jullie... Ik ben niet blij met mijn make-up. Hoe kan dat? Ik weet niet. Het lijkt zo... Het lijkt te bruin. Ik weet niet. Het zal ook wel het licht zijn, want ik heb het net... Oké, boeien. Maakt niet uit. Ik heb weer een pakket van Chiquelle binnen. Met hele leuke items. Ik dacht, ik ga jullie even laten zien. Je krijgt natuurlijk korting met kortingscode Siska20. Met uitzondering van Beauty and Sale. Deze is leuk. Deze is heel groot. Een bruine, grote, oversized trui. Er zitten zakjes in. Ik ga ze straks eventjes in de spiegel laten zien hoor. Er zitten zakken in en hij is aan de binnenkant ook zo zacht. Dus dit is echt een grote trui. Uiteraard zal ik alle linkjes en namen en dat soort dingen even in de beschrijving zetten. Dan, ik had hem al een beetje opengemaakt, heb ik een bruin truitje. Hij lijkt een beetje groot, maar ik denk dat hij wel past. Ik ben natuurlijk niet zo mini. Met een klein schattig hoofd. Laten we het even zo doen. Dan heb je het lepeltje even binnen. Oh, trouwens, die trui heb ik in een M. Ja, in een M genomen. Zodat hij echt als een jurk zit, zeg maar. En deze heb ik ook in een M genomen. Had denk ik ook wel een S kunnen zijn, want hij lijkt lang. Maar dan nog is hij heel leuk met een leuk schattig kraagje zo. Ik was eerst niet zo van het bruin, want ik vond het heel erg te veel, zeg maar, op mijn huidskleur lijken. Maar dit zijn echt leuke bruine items. Dus dit is zo'n colletje. In ieder geval dus die bruine trui en de bruine coltrui. Ik moest even het woord vinden. Dan heb ik, nou die zie je al liggen. Dit is zo'n groot, dik vest. I love it. Echt heerlijk. Oh, dat past bij mijn broek. Die heb ik in, oh dat is een one size. En hij is echt wel heel fijn. Ook wel een dikke stof. Je hebt heel vaak van die winterse vest, die vind ik iets te dun. Maar deze is echt wel heel dik. Je voelt echt dat hij heel dik is. In een groen beige zebra print. Ja, een zebra is het. Die is ook lekker lang, zie ik wel. Dus die gaan we zo even passen. En dan heb ik een rok. En ik heb hem. Ik twijfelde al of ik een M of een S moest nemen. Ik heb hem in een M gekocht. En zoals ik zie, kan die ook wel in een S. Maar ik heb geen zin om te ruilen, dus ik ga wel eventjes dat zelf fixen. Maar ik moet hem natuurlijk nog passen, dus misschien past hij wel heel goed. Maar ik heb het gevoel dat hij iets te groot is. Maar in ieder geval een leren rokje. Hij is niet van echt leer, uiteraard. Met twee van die dingetjes. Kan je dan een beetje zo leuk om je middel heen doen.
En een beetje een A-lijn. Heel leuk, een ritje achterin. Dus ook in een medium. En ik zeg geen echt leer, maar ik ga er eigenlijk vanuit dat het geen leer is. Nee, het is geen leer. Het is gewoon van polyester. Oh, je mag hem niet in de was doen. Dat is altijd wel handig om die dingetjes aan de binnenkant te checken. Dry clean only. Dus als je hem schoonmaakt, mag alleen naar de stomerij. Nou, ik zou zeggen, hang hem op in je badkamer. Als je hem schoon moet hebben. Oké, okay. Nice. Ik heb veel bruin. Bruin, 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 groen. Oké, okay, ik ga ze even voor jullie aantrekken. En dan laat ik ook nog even zien hoe ik het allemaal zal stylen. En welke schoenen en zo erbij. Oké, okay, jongens. Ik heb de eerste top aan. Maar hij is best wel lang. En aan de ene kant denk ik, oh ja, met deze chille broek gewoon vind ik het wel lekker. Maar als ik hem, zeg maar, casual naar buiten zou dragen, zou ik hem wel, zeg maar, of in een broek doen of een beetje... beetje zo doen. Maar ik vind hem wel fijn. Ik vind die mouwtjes ook lekker zo fijn. Dat het zo lang is. En die heeft ook van die gekrulde dingetjes. Is ook leuk. En ik had het erover dat ik hem misschien in een S wou. Maar ik vind een M eigenlijk ook wel chill. Ja, ik vind hem eigenlijk wel fijn. Oké, dan heb ik het rokje aan. Hij is inderdaad een beetje aan de grote kant. Ik heb even mijn schoenen erbij gedaan. Die ik laatst had gehad, maar die nog niet had gezien. Ik zou hem inderdaad wel een maatje kleiner doen voor mezelf. Maar ik ga mijn moeder even vragen of ze het hier wil innemen. Hij is wel leuk. Ik vind hem leuk. Ja, nice. Of met witte laarsjes, dat kan natuurlijk ook. Maar ik vind hem zo wel echt heel leuk. En ik heb zeg maar dit zo naar achteren gedraaid. Ja, nice. Jongens, dit vind ik echt leuk. Ik zou er wel een bikershort bij aandoen. Want als je zo doet en je hebt kinderen, dan sta je in je blote kont. Maar oh, dit is zo lekker. Hij heeft ook wel die zakjes hier. Ik vind hem echt heel lekker. Capuchonnetje erbij. Ja, ik vind hem echt nice. Ik zou hem dan ook gewoon met deze boots aandoen. Pantietje eronder. Shortje eronder. En gaan met die banaan. Ik vind hem echt heel leuk. Oké, jongens. Deze vest is de reden dat ik thuis blijf in de herfst en de winter. Hij is zo lekker. Hij is echt lekker. Je kan hem natuurlijk ook gewoon naar je werk aan of iets met iets leuks. Maar hij is echt heel fijn. Volgens mij zitten er zakjes. Nee, zitten geen zakjes in. Maar hij is lekker warm. En hij is groot. Dus je kan hem ook gewoon leuk. Ja, daar ben ik van. Zo'n riempje en dan een leuke legging en dan hier hoge laarzen. Oh, nice. Mouwtjes zijn lekker lang. Dus dat is ook heel fijn. Ja, ik ben hier echt... Oh, dit vind ik echt wel een van de... Kijk, dat vind ik leuk aan de herfst en de winter. Dat je dit soort dingen draagt. Want dan kan je lekker laagjes op laagjes op laagjes. Het zou ook leuk zijn onder die trui. Oh ja, ik vind het echt heel nice. Heel blij mee. Oké, jongens, dat was even mijn kleine shoplog. Ik heb hier alles ook liggen. Ik ga even de namen en de linkjes en dat soort dingen allemaal onder in de beschrijving zetten. Ook even welke maten ik heb. Oh, ik weet al wat ik heb. Ik heb mijn oogmake-up niet verder gedaan. Daarom, ik zit het naar mezelf te kijken. Alle maten, alle linkjes, alle dat soort dingen zet ik in de beschrijving. Als je wat gaat bestellen, gebruik alsjeblieft die code 6K20. Want weet je, er gaan toch wat eurotjes van af. Dus dat is altijd fijn. Shikelle, bedankt voor deze lekkere items. Oh, ik ben nu echt een stuk warmer dan dat ik net dit aan had. Dit is echt wel heel fijn. Bedankt, Shikelle. Als jullie gaan shoppen, gebruik mijn code. En voor nu, ik ga even verder. Ik ga deze rommel opruimen. En dan verder met het leven. Wij zijn lekker aan het wandelen. En kijk hoe mooi herfstig dit is. Dit is toch heerlijk. Hier liepen wij vroeger altijd. Wat zeg jij? Hier liepen wij vroeger altijd. Toen Jelena nog klein was. Voor de mensen die al van het begin mijn vlog kennen. Kijken. Wat grappig is dit. Het is mooi weer. Ik heb gewoon mijn jas uitgedaan. Wat gaan hun nou weer doen? Gaan ze springen? Jelena kan helemaal niet zo ver springen. Kijk, er komt een man aan in een... Hoe heet dat? Botsauto. Te grappig. Dan doet hij net alsof het niet... ja, inderdaad. Hij keek ook zo vet toe. Die is weg. Varken Freddy. Ja, en was je met Gina ook hier geweest, hè? Ja, dit is vlakbij school. Oh, kijk, daar zijn heel veel geiten, daarachter. Zie je dat? Ja. Oh, dat is leuk. Vind je het wel leuk? Ja.
Dus we zijn thuis en ik ga een broccoli spinazie soepje maken. Van Albert Heijn gehaald. Normaal doe ik al die dingen gewoon zelf, maar ik dacht nu, weet je wat? Dat is handig, want het is 4:30 en dan eten we laat en dat soort dingen. Oh, maar het was buiten wel lekker. Ik heb gewoon zonder jas gelopen. Lekker, heerlijk. Jongens, nieuwe verslaving. Chocoladepeper of kruidnoten dan. Het is zo lekker. En dan voornamelijk de melk. Ik hou alleen van melkchocola. Zo, lekker soepje en een broodje. Lekker chill. Lekker chill eten, gewoon rustig. Krijg je het koud? Moet je even je vest aan doen. Goedemorgen jongens, boodschapjes. Winkel 1. Oh, oeps. Ik ga gewoon tegen de ding aan. En dan gaan we nog even naar de Albert Heijn. Nu heb ik bij de Lidl geweest. Zo, goedemorgen jongens. Het is maandag. Oh, het heeft geregend. Ik heb boodschap gedaan. Ik heb echt twee hele zware tassen vol. Ik heb gewoon last van mijn rug van het dragen. Dragen naar de fiets. Naar de bakfiets. Even op adem komen. Ik laat jullie zo even zien wat ik heb gehaald. Voor boodschappen en wat we allemaal gaan eten deze week. En ik heb zin in koffie. Ik liep door de Lidl volgens mij. Ik ben Lidl en Albert Heijn geweest. Ik haal altijd zeg maar alles bij de Lidl. En dan de aanmerken haal ik bij de Albert Heijn. En ik rook koffie. Zo lekker. Dus ik ga zo eerst even koffie maken. Oké, heel veel boodschappen. Ik heb het even uitgestald. Want kijk, dit zijn voorraaddingetjes. Dit zijn dingetjes voor in de vriezer. Ik ga naar de koelkast. Dus ik heb van alles en nog wat. Aanmerkdingen haal ik bij de Appie. Nou ja, en brood haal ik altijd bij de Albert Heijn. Melk bij de Albert Heijn. Maar ik heb ook nog een andere melk. Die komt van de Lidl. Die vinden de kinderen dan weer lekkerder. Voorraaddingetjes. Nou ja, spaghetti. We eten vandaag spaghetti met balletjes. Tomatensausjes. Kikkererwten eten we nog deze week. Noten. Iedereen heeft ook een keer noten mee naar school. Shakshuka. Ga ik maken van dit. Hummus. Stampen boerenkool. Morgen of overmorgen. Alleen ik ben een rookworst vergeten. Ik hou echt niet van bloemkool, maar verder wel bloemkool eten. Met runners of sausjes eet ik ook niet. Dus ik bedenk wat anders voor mezelf. Nou ja, voor over de granola, snackjes voor de kinderen, yoghurt, lekkerste jam ever. Nou, dit zijn ook snackjes voor de kinderen. Bulgur eten we nog een keer van de week. Nog even wat thee meegenomen, dropjes. Nou, dat was er al een beetje. Wc-papier. Oh ja, en ik had een verse pompoenensoepje. Zelf te maken. Ik dacht, oh ja, dat is ook wel lekker. Het zijn een beetje van die winterse recepten. En eindelijk bij de Lidl rundersalami. Want dat vindt Mies ook zo lekker. Dus dat is ook wel heel fijn. Nou, komkommernoten. Nou, dat soort dingen. Dat was het eigenlijk een beetje. Nou, ik was dus van plan om heel veel te doen. En weet ik veel wat allemaal. Maar ik heb op de bank gezeten. De was gedaan. Er ligt nog een was. Kardashians gekeken. Geluncht en dat soort dingen. En niks gefilmd. Trouwens, vitamine drink. Bruistablet, vitamine drink. Maar ik moet die Leila alweer ophalen. Maar ik heb wel alles was bij gewerkt. Oké, schoenen aan. En dan gaan. Ik moest nog wat meenemen. Maar ik weet niet meer wat. Zo, de middagravage is ook klaar. We hebben net lekker thee gedronken. Ik heb zo'n kop. Wacht even, ik moest me even omdraaien. Ik had het er met Ferdy over. Ik ben natuurlijk nu bezig met die cursus. En dan ben je bezig met een beetje shadowwork-achtige dingen. Dus trauma's die je vroeger hebt meegemaakt om te verwerken en dat soort dingen. En gisteren kwam er iets naar boven. En toen ging ik deze theepot zetten en toen dacht ik eraan. Vroeger ging ik altijd met bepaalde mensen kinderen uitlachen. Die dan met hun moeder, dan zeg maar als ze vrij waren van school, dat ze naar huis gingen. Dat ze thee met één koekje kregen en dat soort dingen. En ik ging ook altijd meelachen. Maar van binnen was ik eigenlijk gewoon jaloers. Want dat was bij mij niet zo. Want wij gingen altijd naar de oppas. En die zat heel te de nood te wachten met een kopje thee en een koekje en dat soort dingen. Helemaal niet bij mij. Dus ja, ik vind het raar om dat zo te zeggen tegen jullie. Maar ja. Daar dacht ik dus aan. Dus ja, deed het. Ik heb trouwens hier. ze heeft geen straf, maar ze zit hier op eigen. Ja, zijn eigen idee. Ik ga
spaghetti maken. Goed zo. Loop maar rechtdoor. Gaan we kaas halen. Doe maar. Yay. Goedenavond. Ik ben net klaar met mijn cursus. Het is net 9:50. En deze mevrouw heeft nog niet geslapen sinds 7:00. Nee, hè? Dus ik heb hem naar beneden gehaald. Dus eet een banaan. Ja. En wat zijn we aan het doen? Serie kijken. Serie kijken, hè? Wat voor serie kijken we? Dokterserie. Ja. Dat doe ik altijd met jou als jij niet wil slapen. Ja. Toen je baby was, deed ik dat ook al. Dus daar gaat mijn plan om op tijd te slapen. Ja, hè? Dus ik hoop dat een half uurtje dat gaat. Goedemorgen jongens. Je hoort mijn ochtendstem. Het is de volgende dag. We hebben nooit thee van Pickwick, maar toevallig had Ilana een smaakje uitgekozen. En staan die vraagjes op. Ik vind het altijd heel leem, maar dan nog ga ik het beantwoorden. Wie heeft jou veel geleerd? Nou, is het niet. Ja, Tommy Robbins heeft me veel geleerd. Het internet. Ik heb veel van het internet geleerd. In ieder geval veel van het internet willen leren. Van andere mensen in mijn leven niet echt eigenlijk. Ik ben best wel koppig. Ja, dus, let me know. Van wie heb jij veel geleerd? In ieder geval, goedemorgen. Ik was niet zo heel vroeg gaan slapen, want Mies was wakker, maar ik heb heel diep geslapen. En ik ben mediterend in slaap gevallen. Echt heel heftig, alsof ik van heel ver kom. Wauw. Oké jongens, het is inmiddels al avond en ik ben even bij Mies op je aan het eten. We hebben de hele dag gewerkt. Ik heb een Halloween ding op, want ik kon geen elastiek vinden. Dit ga je doen, hè? Als je ouder bent, als je een ouder bent, doe je dit soort dingen. In ieder geval, ik ben lekker aan het eten. Even chill en dan straks verder met de cursus. Freddy heeft lekker soepje gemaakt voor mij. Oké, ik heb even pakketjes ingepakt voor Vinted. Die liggen in de gang. Die moet ik morgen brengen. Als het lukt, dan moet ik morgen werken. Ik heb net de keuken opgeruimd en ik dacht, ik ga nog even laten zien hoe we dat hadden gedaan met het rappen. Sorry, ik heb echt te veel gegeten vanavond. Even ademen. Oké, dus we hebben de keuken gewrapt met zwart matte afdekfolie. Het is gewoon afdekfolie gekocht bij de Bauhaus. Deze kastjes zijn meestal 60 centimeter, gewoon woningbouwkastjes. Dus we hebben alleen de frontjes gedaan. En kijk, de zijkant zijn nog gewoon wit. En we willen deze ook nog doen. Maar ja, ik vertelde, hè, ik wil wat met die rekken doen. En dit zijn gewoon dezelfde handvaten. Alleen die hebben we goud gespoten met, moet eens even nadenken, spuitbus van Action. En dat was gewoon goud. Alleen er moet nog even een laagje omheen. Want als je zo kijkt, dan zou het ook zilver kunnen zijn. Maar het is goud. Dus daar gaat nog een lakje overheen. Een lakje goud gaat er nog overheen. En dan is de keuken eventjes goed voor nu. En dan krijgen we morgen, als het goed is, nog nieuwe eetstoelen binnen. Althans, dat hoop ik. Ik moet morgen naar kantoor. Er was de vorige keer wat verwarring over wat kantoor dan voor mij is. Kantoor is helaas niet mijn eigen kantoor. Kantoor is van het kantoor waar ik werk, zeg maar, werk voor de baas. Dus gewoon mijn baan. Daar moet ik dan morgen heen. Van 9 tot 6. Oh, dat is echt lang. Als ik nog vrij ben, is het al donker bijna. In ieder geval, daar ga ik morgen heen. Dus daar kan ik niet filmen. Dat jullie het even weten, dat het even duidelijk is dat ik daar niet kan filmen, zeg maar. Als ik thuis werk, dan kan je alles zien, maar daar niet. Dus ja, ik ga even douchen. Auw. Ik heb echt te veel gegeten. Oh, mijn maag staat echt allemaal ontploffen. Ik ga even douchen, ik ga even mijn haar wassen, want dat is... Ja, het ziet er niet uit. Ik ga morgen naar kantoor, dus ik moet een beetje representable zijn. Dus ik ga even douchen en dan... ik hoop slapen. Mies is de laatste tijd zo vaak wakker in de avond. Ik moet het afkloppen of ik heb het nu alweer gejinxed. Ik hoop het niet. En als ik dan ga douchen, dan hoort ze... Ik wil niet dat ze wakker wordt. Ik wil gewoon één avondje doorslapen. Oh my god, te lame. Ik dacht legit dat dit een spin was. Maar dat zijn die Halloween haarbandjes van de meisjes die ik net random op had. Maar het ligt dan hier zo. En... Oh, ze is koud.
ik moet echt naar bed. Goedemorgen jongens, het is woensdag. Ochtend, het is heel vroeg. Ilana en ik zijn al klaar. Ik moet vandaag naar kantoor. Och, hoe doen mensen dat? Helemaal klaarmaken. En dan kinderen en dat soort dingen. Het smaakt ook wel vaak gezegd. En het is heel koud en donker. En dus Freddy brengt me even. Want ik moet wat laat werken en dan is het ook donker. En dan moet ik fietsen in het donker. Dus Freddy haalt me ook weer op. Oké, we gaan even brood maken. Jij hebt gym vandaag. Dus we moeten jouw gymtas. Die had ik al klaargelegd gisteren. Ja, hier. Gymtas, gymschoenen heb ik al klaargelegd. Gymkleer liggen hier. En dan even. Maar moet je je grote tas mee? Want je hebt een korte dag, hè? Oké, dan heb je alleen een banaan. Wil je nog iets voor als je klaar bent met gymmen? Ja. Moet ik dat in je gymtas zetten dan? Ach, ik heb allemaal pillen hier. Dan moet ik zo weghalen. Maar geen yoghurtjes. Nee, yoghurtjes zijn op. Melkschijfje? Oké, nee, melkschijfje kan niet. Kaasje kan wel. Oké, ik moet er een vest nog halen van boven. Maak mijn open. Voor mama. Van Ilayla voor mama. Heb jij dat zelf geschreven? Ja. En als je hem zo openmaakt, dan staat er aan de achterkant nog een hele gekke tekening. Wat staat hier dan voor mama? En hier staat? Ik wou schrijven van Ilayla. Ilayla wou je schrijven, hè? Ja. Ging ik per ongeluk de k maken. Van Ilayla. Voor mama. Hé, hey, wat mooi. Hij glimt zo mooi. Met jouw pen gedaan. Ik had vroeger een speeltje, die leek hierop. Die had ik toen ik met mijn ouders op vakantie was in Spanje, had ik die. Er zat zand of meel of zo zat erin. Dat was deze vorm. Kie. Wat mooi. Dankjewel. Eentje heeft papa gemaakt en dat is die. Oh ja, dat is echt een babbetekening. Dat is van LOL. Van Ilayla voor mama. Nou. Ga lekker tv'tje kijken. Ja. Doei doei. Hey jongens. Oh, ik ben thuis. Ik ben kapot. Ik ben echt kapot. Oh, het ruikt hier naar koffie. Maar ik ga even douchen eerst. En dan even. Oh, mijn oren suizen gewoon. Ik heb het zo druk gehad vandaag. Nee man. Niet. Ik ben eens mee praten. Oh, niet normaal. Oké. Ik ga douchen. En even. Oh. Meditatie opzetten in de douche. Oh, dat is een goed idee. Hey jongens. Oh, ik ben thuis. Ik ben kapot. Ik ben echt kapot. Oh, het ruikt hier naar koffie. Maar ik ga even douchen eerst. En dan even. Oh, mijn oren suizen gewoon. Ik heb het zo druk gehad vandaag. Nee man. Niet. Ik ben eens mee praten. Oh, niet normaal. Oké. Ik ga douchen en even. Oké, jongens, je gelooft het niet, maar het is 8:30. Ik heb gedoucht, gegeten. Ik ben helemaal kapot, dus ik ga slapen. Ik heb nog wat Vinted pakketjes moeten doen. Die moet ik morgen even opsturen. Dat wordt morgenavond. Oh, ik krijg zelfs berichten. Wanneer krijg ik nieuwe items? Nou, we hebben de tijd om alles erop te zetten, joh. En de nieuwe stoelen zijn binnen. Die heb ik ook weer ook nog niet laten zien. Maar ga ik even morgen doen. Ik ben zo moe. Slapen, ik zie jullie morgen. Goedemorgen jongens, het is inmiddels donderdag, de volgende dag. Ik ben alweer wakker, ik moet op tijd beginnen. Maar ik dacht, ik ga even mijn stoelen laten zien voordat ik het vergeet. Oké, let niet even op de rommel, want de oude stoelen staan er nog. Maar deze hebben we gehaald. Okergeel goud met houten pootjes. Of zijn ze metaal? Ik weet echt niet. Oh, ze zijn van metaal. En ze zitten zo lekker. Het zit echt lekker. Like a queen. Heerlijk. Ze zijn ook echt super zacht. Dus daar zijn we heel blij mee. We hebben ze trouwens gekocht via Bol. En ze waren de prijs niet meer. Ik weet in ieder geval dat ze nu weer duurder waren geworden. Dat ik gisteren had gekeken. Ik heb nog wat van Vinted verkocht vannacht. Dus ik ben even aan het inpakken. Ik ben ook boeken aan het verkopen en zo. Weet je, van de influencer boeken die ik al heb gelezen. Waarvan ik denk, ja, het zijn geen boeken die ik nog een keer ga lezen.
Kijk, ik heb bijvoorbeeld ook dat boek van Queen of Jetlags. Alleen heeft Ilayla toen de tijd opgetekend. Ja, die kan ik niet verkopen. Dat soort boeken lees ik niet nog een keer. Maar bijvoorbeeld How to Be a Parisian. Dat is een boek wat ik af en toe gewoon nog pak en een beetje lees. Weet je? Dus de boeken die ik niet meer lees, die verkoop ik ook. En nog wat kleding. Dus dat ga ik even doen. En dan ga ik zo werken. Ik wil even koffie eigenlijk hebben. Maar volgens mij werd ik al opgeroepen. We zijn weer helemaal compleet. Ja. Hallo. Mm. Ik heb een roze en gele kroekoek. Ja, kroekoek. Toma, het is al veel te laat. Wie? Oh, baba. Ja. Toma. Jongens, ik ga nog even Temptation kijken. Enige serie eigenlijk die ik nog een beetje kijk. Heel slecht voor hem, maar oké. En lekker popcorn met een theetje. Goedemorgen jongens, het is vrijdag. Laatste dag van de weekvlog. Ik ben wakker geworden met K3 in mijn hoofd. Ik ga niet voor je... Oh, ik heb een vlek. Stop. Oh. Ik ga niet voor je zingen, want anders heb je dat ook in je hoofd. Waarom heb je dat niet aan? We leven echt in een K3 huis hier. Want we gaan er morgen heen. Nee, even thee aan het maken. Wij dat maken voor jullie. We gaan naar school. Verder ben ik aan, want ik moet zo werken. Deze vlog moet even geëdit worden vandaag. En wat heb ik vandaag nog meer te doen? Ja, ik moet vanavond dus een COVID-test gaan doen. Omdat we morgen naar K3 gaan. En dat kan alleen maar met als je volledig gevaccineerd bent. Dus dat je een QR-code hebt of dat je positief of negatief getest bent. Dus ja, dat ga ik vanavond doen. Er zijn maar weinig mensen voor wie ik dat over heb. Onder deze minis hier. Dus ja, dat doe ik maar. Want ik zei tegen haar, wil je dan dat iemand anders met je meegaat? Nee, dat is wel per se dat ik meeging. Oké, dan doe ik dat. Dus die heb ik vanavond. Maar dat zien we allemaal wel in de volgende vlog. Volgens mij mag je daar niet eens filmen. Zo, ik was een lekker ontbijtje voor Ilayla. We hebben sojayoghurt, granola, kokosflakes, blauwbessen en cashewboter en chiazaadjes. En natuurlijk thee voor de meiden. Misha die eet pas wat later, die heeft wat langer opstart nodig. Ik had trouwens wel eens verteld dat wij alleen havermelk gebruiken. En nu hebben we dan, voor mezelf heb ik wel gewoon yoghurt, zeg maar zonder vet, van wat van koeienmelk is gemaakt. Maar Ilayla had snel last van de darmen, zeg maar. Dus, en ik moet zeggen dat ze er nu geen last van had. Maar gisteren dat we waren gaan eten, toen had ze ijs en daarna had ze ook last van de darmen. Dus ik denk wel echt dat ze lactose intolerant is. Ik denk dat we even moeten laten checken of ze bij huis wordt. Maar in ieder geval, we proberen het thuis ook een beetje uit. Ja, en gisteren had ze er inderdaad last van. Ja. Ik heb lekker een havercinootje. Oh, dit is zo lekker. Ik had bijna karamel erin gedaan, maar toch ik nee, zus. Ik ben de laatste tijd weer een beetje bezig met ongezond. Laten we dat niet doen. Maar, oh, dit ruikt zo lekker. Ik had Ferdy wel eens met karamel gegeven. Mmm, heerlijk. Even gezellig. Het is zo dingen buiten. Zo grauw. Oh, dan kan deze wel uit. Het is al lichter dan ik had verwacht. Het wordt tijd dat ik weer een hele dikke zwarte dikwerk erop ga doen. Die fluwelen. Ik ben ook echt wel toe aan even niet te werken, joh. In ieder geval niet te werken. Oh, waar is mijn koptelefoon? Oké. Moet ik weer naar beneden. Het is toch anders werk voor een baas dan voor jezelf te werken.
En ik heb deze week veel gewerkt. Dus ik heb nu echt zoiets van, vandaag wordt het weer een drukke dag. Maar oké. Okay. Ik moet even mijn lens in doen, dat scheelt weer.